oproep voor protest en terugkeer van drugsmokkelende Surinaamse. Olievervuiling veroorzaakt door staatsolie, aldus milieuorganisatie ProBios. En Atheneum dicht, een 13-jarige leerling had gedreigd met vuurwapengeweld. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 26 oktober 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Op sociale media zijn oproepen verschenen om morgen in het centrum van Paramaribo te demonstreren voor de terugkeer van Yabini E. De 26-jarige Surinaamse werd vorige week op de Bandaranaike International Airport in Sri Lanka aangehouden. Ze probeerde zo'n 2,5 kilo cocaïne het land binnen te smokkelen. Ze zou in Sri Lanka tot de doodstraf zijn veroordeeld. De rechtbank zou echter de executie hebben uitgesteld totdat alle bezwaarschriften zijn behandeld. Het doodvonnis zou op zijn vroegst over anderhalve week worden uitgevoerd. De Surinaamse regering heeft nog niet gereageerd op de affaire. De olievervuiling op de Surinamerivier is veroorzaakt door staatsolie. Dat zegt milieuorganisatie ProBios. Volgens de organisatie spannen alle instanties samen voor een cover-up. De vervuiling werd een week of twee geleden ontdekt. Op diverse plekken werden grote olievlekken waargenomen. En Erlan Sleur van ProBios wees er tijdens een persconferentie op dat de olie op ruwe aardolie lijkt. In Suriname is staatsolie het enige bedrijf dat met deze olie werkt. De olie werd aangetroffen op een steenworp afstand van de raffinaderij en energiecentrale van staatsolie, zegt hij. Sleur vindt het opmerkelijk dat de steiger bij staatsolie schoon is, maar dat aan weerszijden van de steiger besmeurd is. Dat duidt er volgens hem op dat de steiger is schoongespoten met oplosmiddelen. Ook uit satellietbeelden zou volgens Sleur blijken dat de vervuiling bij de raffinaderij is begonnen. Staatsolie ontkent de aantijgingen en kondigde juridische stappen tegen Sleur aan. Jerry Slijngaard van het coördinatiecentrum Rampenbestrijding waarschuwde vorige week dat de verantwoordelijken een boete van maar liefst 500 SRD riskeren. Tja, u hoort het goed, slechts 500 SRD. Het Alex Arthur Hogendoorn Atheneum, een privéschool in Paramaribo, bleef gisteren gesloten. Een 13-jarige leerling had op sociale media gedreigd met vuurwapengeweld. De schoolleiding vroeg daarom ouders om hun kinderen thuis te houden. Bij de post was een foto van een pistool geplaatst. Onderzoek door de politie wees uit dat het om een speelgoedpistool ging. De scholier werd aangehouden ter zake bedreiging en verstoring van de openbare orde. En na een stevig gesprek met de politie werd hij vrijgelaten. Hij mag echter voorlopig niet terug op de school. De lessen werden vandaag als normaal voortgezet. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app regionieuws.tv en nieuws melden, dat kan. Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Een fijne dag verder en blijf vooral gezond.